Ik praat verder met Jan van Esbroek van de N-VA. Die is komen aanschuiven. Dag meneer van Esbroek. Nu, ik stel voor dat we eerst, voor we nakaarten, eerst nog eens kijken naar het fragment uit de toespraak van Jan Peumans bij de opening van de foto-expo over de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd hier in het Vlaams parlement. Het fragment waar het dus over Bosnië ging en waar ze in Madrid dan een probleem mee hebben. Het Vlaams parlement mag dan geen museum zijn in de strikte zin van het woord. We verwelkomen ook graag kunstenaars, zowel uit eigen als uit andere kontrijen. Een paar jaar eerder toonden we hier Source of Life, een tentoonstelling waarmee het drama van Srebrenica in herinnering werd gebracht door Vlaamse leerkrachten die in de Bosnische stad werkzaam zijn. Vooral met die laatste tentoonstelling heeft de stembusrevolutie die hier vandaag geopend wordt veel gemeen. In beide gevallen gaat het om een fotografische getuigenis. Beide projecten vormen de vrucht van samenwerking tussen Vlaanderen en een buitenlandse regio, in dit geval Catalonië. En beide projecten brengen ons in herinnering hoe belangrijk een parlementaire democratie wel is. Ja, een verwijzing naar die eerdere fototentoonstelling dus. En hij zegt nog, Jan Peumans, in beide gevallen, dus deze expo en die over Srebrenica, gaat het om een fotografische getuigenis, dat is dan de gelijkenis. Het gaat om projecten, zegt hij, die aantonen hoe belangrijk een parlementaire democratie is. Is daarmee voor u de kous af? Daar moet men zich in Madrid eigenlijk verder geen zorgen over maken? Natuurlijk niet, want er worden meerdere exposities en fototentoonstellingen georganiseerd in ons Vlaams parlement, wat goed is en dat moeten we zeker blijven doen. Wij zijn het parlement, transparant parlement, waar het te doen is. Wij willen al die dingen, die zaken kunnen tentoonstellen hier. Ja, zeker. U zegt, er worden meerdere tentoonstellingen hier georganiseerd. Er is tijdens het debat gewezen op die scheiding der machten, hè, want de diplomaat is een vertegenwoordiger van de Vlaamse regering, terwijl Jan Peumans de wetgevende macht vertegenwoordigt. Maar die tentoonstellingen die hier georganiseerd worden, die worden niet door het parlement georganiseerd. Hè. Het was een tentoonstelling van uw partij, van de N-VA. Ja, wij hebben als gastheer gefungeerd. Hè. Het parlement is gastheer, bedoelt u? Nee, onze fractie, onze N-VA-fractie heeft als gastheer gefungeerd. Ik heb de mogelijkheid gemaakt dat we via het parlement hier die tentoonstelling konden houden. En de organisator van de tentoonstelling zelf is het ANC, de Catalaanse Volksbeweging, in samenwerking met de Vlaamse Volksbeweging ISEC Vlaanderen. Ja, maar het parlement als dusdanig heeft er niks mee te maken, biedt zijn gebouw aan, ja, klopt. Om die tentoonstelling mogelijk te maken. Klopt. En dan hoor je zeggen, hier is een scheiding der machten die in het gedrang komt, terwijl ja, strikt genomen het parlement niet eens betrokken is, hè? Behalve dan dat het huisvest, de expo. Ja, maar er worden wel meerdere recepties gegeven. Ja. De schelp kan gevraagd worden door alle partijen, door alle verenigingen. Ja. Maar misschien was het voor Madrid wel de druppel te veel. Hè. Er was al de brief van de voorzitter Peumans aan de voormalige voorzitter van het Catalaanse parlement, die vandaag in de gevangenis zit. Een brief waarin hij zeg maar twijfelt aan het democratisch gehalte van Madrid. Ja. Dit komt er dan bovenop? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Hè. Die tentoonstelling is een zaak op zich. Dat staat. Ik weet het, maar de ergernis komt er bovenop. Oh, maar het is gewoon ten onrechte. Er is ook niks nieuw verteld in... Maar daar is iedereen het over eens, hè, dat het een onrechte is. Ja, alle fracties hebben hun steun betuigd aan de voorzitter. En die brief aan zijn collega, Carme Forcadell, ik heb ze ook al een aantal keer ontmoet. Allee, een zeer aangename, vredelievende dame, zoals heel veel vredelievende Catalanen die we ondertussen ontmoet hebben. Ik bedoel, er is ook niks veranderd aan de boodschap. Voorzitter Peumans heeft ook niks anders verteld. En ik zelf op die tentoonstelling ook niet, dan dat wij in onze resolutie... unaniem in dit parlement hebben beslist. Ja, u verwijst naar die resolutie die inderdaad unaniem is gestemd. U maakt als Vlaams parlementslid deel uit van die wetgevende macht. Kan u verder nog iets anders doen of is het arsenaal van het parlement nu uitgeput? Oh, ik denk dat wij moeten blijven ijveren op alle fronten voor de vrije meningsuiting. Ja. Dat we die uiteraard moeten kunnen blijven verkondigen. U gaat ook eens bellen met uw collega's in het federale parlement en zeker het Europees parlement? Zeker en vast, ja. En ik hoop nog vanuit andere landen collega's te vinden om zo steun te vinden bij alle parlementen in Europa om te zeggen van ja, dit kan niet. Hetgeen wat hier vandaag gebeurt is gewoon hallucinant. Ja. De minister-president zegt, ik ga de ambassadeur zien
Hij vraagt dat zijn federale, enfin, hij vraagt dat de federale minister van Buitenlandse Zaken dat ook doet. Mm-hmm. Is dat voldoende voor u als antwoord? Maar we zullen zien wat daar uit die gesprekken komen. Ik denk dat Spanje inderdaad wel zijn beslissing van die minister van Buitenlandse Zaken, dan Borrell, zal moeten terugdraaien. Dialoog is natuurlijk wel de enige uitweg in zo'n conflict. Dat is ook iets waar wij ook altijd voor staan, dialogeren. Dat is ook hetgeen waar we eigenlijk Spanje en Catalonië toe opgeroepen hebben. Dus ja, daar zal een dialoog op gang komen en we zullen wel zien wat de uitkomst is. Ja, opvallend, u vroeg tijdens uw tussenkomst om die man ook eens uit te nodigen naar de commissie hier in het Vlaams parlement. Wat wil u hem daar vertellen? Wel, nee, we hebben al sinds een jaar geleden, dus na de gebeurtenissen van 1 oktober, de Spaanse ambassadeur naar onze commissie gevraagd om een officiële hoorzitting te doen over hoe de situatie tussen Spanje en Catalonië in Spanje maar nu die komt is. Niet. Die heeft tot heden nog altijd geweigerd. Ja, maar goed, mijn vraag was, wat wil u dan vertellen aan de ambassadeur? Wel, ik wil graag hun versie eens horen, mm-hmm. Want we horen Spanje nooit in heel die zaak over Catalonië, horen we ze niet echt spreken. Het enige dat zij nu wel als reactie spreken, is maatregelen en sancties opleggen aan anderen die erover spreken. Maar van Spanje zelf hebben wij, ja, die lijn is dood en dat is wel jammer, ja. Ja, gaat u zelf nog een brief schrijven als Vlaams parlementslid dan naar de ambassadeur? Alsjeblieft, kom eens af. Ja, we gaan terug opnieuw vanuit de commissie daar terug vragen om nog eens, voor de derde of de vierde keer, mm-hmm. denk ik, een uitnodiging te sturen van ik kom nu alsjeblieft langs. Nu, ja. Misschien met de steun van de minister-president, als hij ze ziet. Want ik denk dat het een dame is nu. Die is ook wel gewisseld ondertussen. Mm-hmm. Door de regeringswissel? Ja, ja. Ja, klopt. Nu, nog één vraag, toch heel kort. Wat Madrid nu doet is toch wel vooral symbolisch, want ik hoor minister-president Bourgeois zeggen ja, economische gevolgen, die verwacht ik niet. Toerisme zal blijven bestaan, de Vlaamse bedrijven gaan daar ook actief blijven, dat gaat niet veranderen. Nee, maar het blijft ongezien. Hè. Het is een lidstaat van de Europese Unie zonder diplomatieke banden gewoon verbreken. Dat is iets ongezien, dat is ongehoord. Maar gelukkig dan maar dat het zonder economische gevolgen blijft. Ja, daar gaan we vanuit. Maar ik denk zelfs dat de uitkomst moet zijn dat er gewoon terug allemaal hersteld wordt en dat die relaties met Madrid terug op een goede golflengte. En daar rekent blijkbaar het hele parlement toch op. Ik denk het wel, ja. Meneer Van Esbroek, bedankt voor dit gesprek.